He's rich. He's small. He's ugly. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik kan me groen en geel ergeren aan de kleinste dingetjes. Mijn spiegelbeeld, het nieuwe rare brilletje van Pia Dijkstra. Kijk, ik weet, Pia is op leeftijd. Maar het blijft een NOS-babe en die moet niet zomaar ineens een raar brilletje op gaan zetten. De uitspraak van de S van Umberto Tan. Een programmatitel als 's avonds laat na een korte wandeling' of 'boter waar de maanzaadjes van een ander nog in kleven'. Ik kan niet echt zeggen wat me razend maakt. Er zit gewoon geen patroon in. Dit maakt mij bij uitstek geschikt tot bewoner van een democratisch land. Kijk, ik ben een fervent aanhanger van het recht van vrije meningsuiting. En ik maak daar ook te pas en te onpas gebruik van. Of anderen dat nu leuk vinden of niet. Maar ik ben een kerel, dus ik incasseer ook de mening van anderen. Helemaal nu ik voorzitter ben van een democratische omroepvereniging. Maar wat betekent dat eigenlijk dat BNN democratisch is? Dat betekent dat iedereen die lid is van BNN zijn mening mag geven over BNN. Dus ideeën mag brengen, bezwaren mag geven, noem maar op. En het erge, het leuke is, er wordt nog naar geluisterd ook. Ik zal je een voorbeeld geven. Vind jij Eddie Zoe helemaal ruk? Voor de hand liggend, maar jij vindt Eddie Zoe helemaal ruk. Trek je muil open, laat het ons weten. Vind jij dat ik geen groene truitjes meer moet dragen, omdat het niet lekker kleurt met mijn ogen? Laat het ons ook even weten. Moet Brabants ondertiteld worden? Kan. Kan je niet wachten tot de nieuwe programmering die begint op 14 februari? Kom het ons zeggen. Alles wat je kwijt wil, kan je ons komen welden op de leden-annex rajonvergadering. Heb je bijvoorbeeld gehoord dat pijpen gezond voor je is en je wil daar een programma over zien? Komt voor elkaar. Moeten onze presentatoren meer vodka zuipen en daarna gaan rijden? Ik regel het. Kijk, zo democratisch ben ik nou. Zo democratisch ben ik nou. Nou, wil jij weten waar zeer binnenkort bij jou in de buurt zo'n BNN-bijeenkomst is? Kijk dan even op pagina 354 van Teletext of op internetsite www.bnn.nl. En om je te laten weten dat het ons echt menens is, ik zal bij al die vergaderingen aanwezig zijn. Omdat ik het ontzettend belangrijk... Nou ja... Ik vind het een beetje belangrijk om jouw stem te horen. Dus die teletextpagina 344, 354 en dat internetpaginaatje. Waar je nu overigens al je ideeën, bezwaren, weet ik veel wat kwijt kan. Dus ben je bijvoorbeeld het niet eens dat ik constant maar zit te verwijzen naar teletextpagina 354 of internetsite www.bnn.nl, waar ik overigens zelf ook een onwijze teringhekel aan heb, dan moet je ons dat gewoon even laten weten. Nou, dit was de democratische voorzitter, dus dit moet wel de waarheid zijn geweest. Goedenavond.